Bij wie mogen we vandaag te gast zijn? Jullie zijn te gast vandaag bij Kapper Ger in Rozenaal. En welke speciale verzameling gaan we vandaag bekijken? De mooiste verzameling eigenlijk, dat zijn toch wel mijn scheermessen. Daar heb ik er een 350 van. Het lijkt me leuk om bijvoorbeeld met de kapperslamp te beginnen. Ik zal hem even aanzetten. Kijk, dan gaat hij draaien. Het gaat hem namelijk om de kleuren. Hoe is dat tot stand gekomen? Vroeger had je de barbier chirurgijn. Die deden aderlatingen. En dan werd er een houten paal buiten gezet. En de aderlatingen werden dan gedaan om de druk van het bloed, van de bloeddruk eigenlijk te verminderen. En daardoor werden er lappen gemaakt en die werden ze schoongemaakt en die werden aan de rand om bepalen heen gehangen. En door de wind kreeg je dan die spiraal eigenlijk. Wat wil nou zeggen, de blauwe kleur, dat is eigenlijk van de barbier. En die hebben dan de blauwe kleur aangenomen en het vak is naar de rand samengegaan. En dat wil dus zeggen de kleuren rood, wit, blauw van de kapspal. Van jaren geleden. En het is nu nog zo eigenlijk. Ik heb hier ook nog een heel uitzonderlijk ding. Het is eigenlijk heel zeldzaam. Ik ben blij dat ik het heb. Ik zal het even zo laten zien. Razor wiper. Als je dat gaat vertalen, dat is een soort afstrijk voor het scheermes. En dat was dus zo. Dan zal ik even een scheermes erbij pakken. Dan had je een scheermes en dan deden de mensen ermee scheren. En dan zat er een hoop scheerschuim. En dat scheerschuim, dat werd dat mooi op papiertje zo eraf gehaald. Het papiertje werd er zo gedraaid en het scheerschuim kwam dus hier in het bakje en dan kon je leegmaken. Dan heb ik het volgende leuke gebeuren. Je ziet hier zo een aantal scheerbekkers. Nou, hartstikke leuk om te verzamelen. Hier zijn er ook weer een paar. Nou heb ik ook nog iets leuks. Bij die scheerbekkers, daar zit een inkeping in. De ene kapper die zegt, dat is om het vasthouden met je duim. En dan de scheerzeep klaarmaken in het scheerbekken. Maar de andere die zegt, dat is een ruimte eigenlijk om het houten balletje in te bewaren. Maar wat wil dat nou zeggen, dat houten balletje? Dat houten balletje, dat gaf de kapper aan de klant. Doe het maar in je mond doen. En doe je vel van je huid maar een klein beetje opspannen. Want dan is de huid wat strakker en dat scheert dat beter. Ja, zei de klant, dat is best wel gevaarlijk. Want stel voor dat je dat balletje nou in gaat slikken. Ja, zei de kapper, dat is dan niet zo heel erg. Dan breng je me naar een paar dagen terug. Want eigenlijk doen ze dat allemaal. Dan heb ik hier nog een hele oude kapperstoel. Ja, hij is hoe hij is. Wat is nou daar het leuke aan? Men ging natuurlijk op het gemakje zitten. En de klant weggeknipt. De volgende klant, die mag komen en de zitting is warm. Het is niet altijd even prettig. Wat is dan nog mooier bij de stoel? De kapper, huppakee, zei hij. En dan hadden we lekker een frisse zitting voor de volgende klant. Dan heb ik hier zo, zoals die eigenlijk, ook een mooie kapperstoel. Deze is ongeveer uit de jaren 50. Het is van, het zijn Belgische kapperstoelen van een beroemde Maas uit Brussel. Heel mooi gemaakt, chroom, emaille zit eraan.
En ook hier zo een los kussen, wat ik net heb uitgelegd. De volgende klant even de kussen omdraaien en een verse koude zitting. En dat is bij deze niet mogelijk. Deze is uit de jaren 60. Deze is elektrisch. Deze is handmatig. En voor het gemak van de kapper, hydraulisch. Omhoog en omlaag. Dan gaan we weer een klein stukje die kant op. Want bij de stoel worden ook vroeger ook wel eens de haren gewassen. Maar ja, geen stromend water en geen warm water. Werd er hier water in gedaan? Of watersproeien is het eigenlijk. Er werd hier op het knopje gedrukt. Dan kwam er een klein beetje lucht in. En ik zal het bij deze moderne wasbak laten zien. Dan werd er dus zo ons te boven gehouden. En dan kon je zo de haren uitsproeien van de mensen. En dit is dan wel een moderne wasbak. Maar daarachter en daar heb je de oude wasbakken met een slangetje. En dan het waswater kwam dan in de emmer terecht. Dan heb ik hier ook een heel mooi apparaat. De mensen vragen van, goh, heb je een nieuw koffieapparaat? Nou, dat dus eigenlijk niet. Het is een stoomapparaat van 70 jaar oud. Hoe werd dat gebruikt? Men had een handdoekje. Dat kon je hierin leggen. Het handdoekje ging hierin. Hoppakee. Er werd hier water in gedaan. Daar zo. Dan kon je dus hier zien hoeveel water dat erin zat. Hier zat vroeger een gasslang aan. En hier heb je branders. Daar werd het vlammetje aangestoken. Het water ging lekker borrelen en koken. En de stoom kwam in de handdoeken. Waar waren die handdoeken voor? Dat was voor het scheren en voor na het scheren. Warm water om te scheren, kraantje erbij, huppakee. En je kon hem met de keerkwast lekker opzepen. Dan heb ik hier een paar mooie scheermessen. Deze, dat is een hele mooie. Wat ik dus hierin zie, is dat het die van ivoor is. Dat kun je herkennen doordat het eigenlijk het materiaal vrij dun is. En het is gelukkig oud ivoor. Nieuw ivoor moet je maar niet aan beginnen, want dat is voor deze tijd niet prettig. En om dan het verschil te laten zien, je zou denken dit is ivoor. Dan kun je ook zien, het materiaal is dikker dan het ivoren. Wil ik nou 100% zekerheid hebben van wat is celluloid? Celluloid is eigenlijk het, laten we maar zeggen, het oude plastic van vroeger. Dan pak je een naald, dan doe je de punt gloeiend maken. Als je dan kunststof heb of plastic of het oude plastic en dat doe je dus op een mes van celluloid, dan smelt die en krijg je een zwart puntje. Pak je datzelfde puntje wat gloeiend heet is en je doet dan op een natuurlijk materiaal ivoor, smelt die dus niet. Dan heb ik hier een heel zeldzame, dat is een dubbel mes. Het is van been, het is ontzettend oud. Ja, wie kwam er nou op het idee om er twee messen tegelijk aan te maken? Het ene mes is eigenlijk het reserve van het andere. Het ene mes deed je terug en het andere mes deed je zo gebruiken om te scheren. En er was altijd een reservemes erbij. Heel uitzonderlijk, een dubbel mes. Dit is een Chinees scheermes. Die ziet er natuurlijk iets anders uit als de gewone scheermessen.
Deze wordt geschat wat hij toch ongeveer wel van het jaar 1750 is. Uitzonderlijk mooi en zeer zeldzaam. Gerg, volgens mij ligt daar gewoon een knijpkat, joh. Komt daar lamp? Zit daar licht in? Deze bedoel je? Ja. Nou, dat is ook een hartstikke leuk dingetje. Het is een scheerapparaat. Alleen, je moet hem zelf op gang helpen. En dan, je kunt het een beetje aan het geluid horen. Je gaat hem op gang helpen door te knijpen. En je moet hem in beweging houden. En dan ga je natuurlijk zo in beweging houden en dan ga je zo maar scheren. Gaat hij te langzaam gaan, ja, dan ga je het waarschijnlijk zelf voelen. Hartstikke leuk ding. Wat is dit? Dit is een scheermesjeslijper, maar de veiligheidsmesjes. Het mesje werd hierin gedaan, dan had je twee kanten. Daar werd gedraaid en door het leer, kijk, en je ziet zo dat die klikt om, dus hij wordt aan twee kanten, wordt het scheermesje eigenlijk geslepen voor in de veiligheidsmesjes, de zogenoemde ouderwetse krabbertjes. Dan hebben we hier een oude Nationaal kassen. Die is ook meer dan 100 jaar oud. Nationaal is een Amerikaanse uitvoering. Ze zijn enorm zwaar gemaakt. Ze stonden dus vroeger op de balie bij de winkels. Waarom zijn ze enorm gevuld met bijvoorbeeld gietijzer? Deze kassen die weegt ongeveer 60 kilo. Het is simpelweg om te voorkomen dat die gestolen werd. Ook leuk. Je gaat de cijfertjes laten zien. De cijfertjes. Dit kost het. Zo 5 kroon 21. Dat mag. En dan gaat hij open. Open. Met een beetje geluk heb ik nog ouderwets wat verdiend vandaag. En wat is dat? Een ouderwetse gulden, een ouderwetse rikdaalder. En gewoon een muntje van 5. Maar die gaan er terug in. Alsjeblieft. Dan zal ik nog iets uitleggen over het aanzetten van het mes. Wat is nou het aanzetten van het mes? Dat is eigenlijk niet helemaal slijpen, maar dat is eigenlijk de staalmoleculen eigenlijk aanzetten dat ze dus terug in de originele stand gaan. Het aanzetten dat gebeurt dus op een leren riem en dat ga jij zo. Ik zal het wel langzaam doen, maar je moet iets sneller. Je gaat er zo overheen. Door de warmte die werd gemaakt op het staal, gaan ze eigenlijk weer terug in de originele stand. En daarmee voorkom je dus dat er dus kleine haakjes of braampjes aan zitten. Dan doe je het mes, als je het aangezet hebt, die deed het eigenlijk altijd gewoon even rustig wegleggen. Want dan moet je dat even laten rusten en daarna komt hij dus beginnen met scheren. Wat hebben we hier? Een massageapparaat. Dat ziet er wel heel uitzonderlijk uit. Ik zal hem aanzetten. En dan zo met je vingers, als dit het bolletje is, op de hoofd met een lotionnetje, werd zo het lotionnetje lekker erin gemasseerd. En als het te lang mee doorgaat, ja. Dan zal de klant wel stoppen, stop er maar mee. Een drooggap. Een heel uitzonderlijke ook. Het ziet er gevaarlijk uit. Drooggappen werden meestal in de damesalon gebruikt. Het bolletje van de dame ging het hieronder
Maar waar komt nou de warme lucht vandaan? Net als de moderne. Er werd een oude föhn. Die werd hierin gedaan. 220. De warme lucht kwam hierin. En die werd eigenlijk zonder te hard te blazen. Werd eigenlijk de functie als droogkap daar gemaakt. Een klein detail. Ik denk dat de mensen wel kunnen herkennen. Een krultuintje, inderdaad. Een heel dunnetje. Zo kan hij mooi open en dicht. Het is een snorrenkrultuin. En die kunnen zo gebruiken. Op deze mooie snor, die ik toevallig zelf heb. Kijk, ik vroeg me af, waar haal jij je materiaal vandaan? Die, al die spulletjes die ik in de loop van de jaren eigenlijk verzamel, die haal ik allemaal van markten. Rommelmarkten, antiekmarkten, wekelijks overal lekker naartoe. Is natuurlijk de hobby, lekker weg zijn. En al vind je maar één leuk scheermes op een zo'n vrije zondag, ja, dan is mijn dag alweer goed. En nou ik natuurlijk hier al wat langer zit, het is niet zo heel makkelijk meer om er nog aan te komen. Want het is allemaal weg. En ik denk dat ik weet waar het is gebleven, want het ligt bij mij binnen waarschijnlijk. Gert, ontzettend bedankt voor jouw gastvrijheid, dat we hier in jouw kapperszaak mochten filmen. Graag gedaan. En ik hoop dat we nog eens een keer erop terug mogen komen. Dankjewel ook.